Ja, goeiedag en welkom bij weer een nieuwe aflevering Appels met Peren. Het is natuurlijk nog steeds de WK-special, dus live vanuit Brazilië sta ik hier met Otmar El-Yacoubi, onze trendwatcher. En ja, trends natuurlijk. Alle kapsels op het WK, dat is altijd weer een dingetje, die kapsels van die spelers. Wat ja. Is op het moment de trend binnen de kapsels van... Ja, je zit wel gewoon veel... omdat natuurlijk de hele wereld kijkt, ziet je, ja. Kan je doen leuk, lang haar, gezellig, kaal, saai, maar wel schoon. Dus iedereen doet een beetje zijn best. Op een gegeven moment is wie ermee begonnen is, was Davy Beckham. Ja, dat is wel een van die de... Die heeft echt zeker 2-3 kapsels gehad. Met de Mohawk. Met de Mohawk heeft ook kapsels gehad. Je ziet Ronaldo. Ja. Heeft ook... is helemaal... Een soort bliksem of zo, een streep heeft hij. Maar hij is gek van die film Zorro. Zorro. Oké, ja. Ja, met heb ook gezien, dat is een leuke film met Catherine Zeta-Jones en Zeta Jones. Weet je, is ook zie. Ah, vandaar is het. Oké. Het is niet gewoon een streep, zo. Zien die Zidane? Ook fan, altijd een goede voetballer van geweest, denk ik. Iedereen doet gewoon kort verzorgd. Arjen Robbie, El Mokal. Precies. Is in ieder geval schoon. Ja. Ja. Nou ja. Ik denk dat dat altijd wel blijft, hè? Het korte verzorgde. En dan heb je de showmannetjes die eruit willen springen en dan juist op willen vallen. Ja, sommige kan je gewoon hebben, weet je. Andere doet een tatoeage hier, tatoeage in de nek. Veel tatoeages weer. Veel tatoeages. Conclusie kunnen we trekken, sommigen hebben een leuk kapsel en sommigen waren echt aan een tattoo. Ja. Dit was weer een aflevering Appels met Peren, live vanuit Brazilië. Otmar, ontzettend bedankt weer voor je toelichting. Ja, is goed. En tot een volgende keer. Ik wou ook nog naar kapper gaan vandaag. Ja, nou. Maar ik heb helemaal geen... ik heb gisteren geen zakgeld gekregen. Nee, je hebt je sjoer gehad. En voor vandaag ook. Ik heb net Wat? Al heb ik gehad. Wanneer dan? Ik heb je net gegeven. Je hebt helemaal niks gegeven. Ga je zo?